Studenten van de opleiding werktuigbouwkunde kwamen in Duitsland enkele studenten tegen die meededen aan een wedstrijd voor zelfgemaakte raceauto's. Dat willen wij ook, dachten de studenten van de Hanze Hogeschool. En zie, een jaar later deed de Hansing Racing Division voor het eerst mee aan de Formula Student op het circuit van Silverstone. De bedoeling van een evenement is dat je de auto eerst technisch laat keuren. Er zijn natuurlijk een hoop redenen daarvoor die dat duidelijk maken. Het moet natuurlijk veilig zijn om met zijn auto te racen. En pas als hij volledig technisch goedgekeurd is, dan mag je racen. Nou, die technische goedkeuringen bestaan uit 6 componenten. En dat zijn behoorlijk zware keuringen. En je kunt je er van tevoren over inlezen wat je wil. Maar je moet ze eigenlijk gewoon eerst een keer mee hebben gemaakt om echt te weten wat je te wachten staat. Wij hebben helaas niet met de auto geraced, maar we zijn wel erg trots op de prestatie dat wij hem door de keuringen heen hebben gehaald. En het racen, dat is iets waar we dit jaar natuurlijk wel op gericht zijn. De financiën die hebben wij geregeld door bij bedrijven langs te gaan. En te vragen of zij materiële bijdrage willen leveren of een financiële. Omdat wij onze auto niet alleen moeten produceren, maar je moet hem financieren, je moet hem marketen. Je moet hem, het is een hele bedrijfsvoering daaromheen. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat voor bedrijf het is. Als zij bereid zijn een bijdrage te leveren, in welke zin dan ook, dan is het uiteraard hartstikke welkom. Het team bouwt intussen al hard aan een nieuwe auto die mooier, sneller en vooral duurzamer gaat worden. Het is namelijk ook een eis van de competitie dat je elk jaar een nieuwe auto bouwt. Reden daarvan is dat ze willen dat teams competitief blijven en ook innovativiteit tonen. En het gaat goed, maar we zijn dus nog wel eigenlijk aan het begin van een ontwerpstadium weer. We weten natuurlijk precies waar we vorig jaar de fouten hebben gemaakt en waar de winst op valt te halen. Dus we zijn er zeker van dat we in ieder geval een gewichtsbesparing in de auto van zeker 35% moeten kunnen realiseren. Het team heeft al de nodige vooruitgang geboekt. Zo gaat de volgende racewagen op biogas in plaats van benzine rijden. Benzine is natuurlijk geen brandstof meer van deze tijd. Zelf willen wij ook bijdragen aan de wereldwijde zoektocht naar alternatieve brandstoffen. Nou, en als Groningers is aardgas natuurlijk een keuze die dicht bij ons hart staat. Het raceteam van de Hanze Hogeschool kreeg vorig jaar met behulp van bedrijven het budget voor de eerste auto bij elkaar. Dit jaar zijn er veel meer euro's nodig om een nieuwe auto te bouwen. Het team gaat dit jaar proberen om met behulp van social sponsoring zo'n 120.000 euro bij elkaar te krijgen. We hebben ons aangewend tot social sponsoring, waarbij wij het eigenlijk voor iedereen toegankelijk maken om een bijdrage te kunnen leveren aan hart. Dat kan met een bijdrage vanaf 2 euro, maar vanaf 7,50 euro krijg je er ook iets voor terug. Omdat we toch een bepaalde band wilden creëren tussen de racerij en mensen aan zich, dachten we van ja, hoe gaan we dat doen? Wat is leuk. Dus zo besloten wij om een hartcondoom te maken die toch wel uniek is. En voor 7,50 krijg je dat, dus je krijgt er ook iets voor terug. En je maakt ook kans op een rit in een Ferrari. Je begint klein. We begonnen eigenlijk met helemaal niks. Er zijn inderdaad teams die een budget hebben met 6 nullen erachter. Maar ja, anderzijds is het ook leuk dat je juist met minder financiële middelen toch hetzelfde resultaat wilt halen. Dus dan ga je zelf zo inventief mogelijk om met materialen die je krijgt, diensten die je krijgt en eigenlijk alles. Dus je wilt met zo min mogelijk middelen toch hetzelfde resultaat neerzetten of zelfs overtreffen.